Dit is de Hedwige Prosper. Even handen zien. Wie niet weet wat de Hedwige Prosperpolder is? Niemand. Hij niet. Wie is er wel geweest? Er zijn een aantal mensen nog niet geweest. Dus daar kan ik nog een beetje iets leuks uitleggen. Kenniscentrale daar, Atje. Dat is gewoon echt een oud zandeiland. En eigenlijk was deze... De Schelde liep tussen allerlei zanddonken door ergens in 1400, 1500. En dit was gewoon een soort venig gebied... Wat later een beetje opgeslipt is en wat op een gegeven moment ingepolderd is. Dit is het welberoemde Prosperpolder, zeg maar dit. Die is in 2016 is die al onder handen genomen. En dit is de Hedwigepolder, die nu nog onder handen genomen wordt en eigenlijk redelijk al afgegraven is. Wat ze eigenlijk doen is gewoon het gebied een nieuwe dijk aan de achterkant maken. Een mooie stevige dijk. En dan heb je echt een heel grote soort waterbergingsgebied... waar je ook voor natuurfuncties en andere dingen kan gebruiken. Vlaanderen en Nederland hebben een iets andere reden... waarom ze het allemaal ontpolderen. Dat laat ik maar even in het midden. Maar dat is het gebied. En wat ze willen is de grauwe kiekendief en de zeearend. Hier komen die twee heuvels, komen zeearendenburgten. En het ligt naast de Leidingendam van Antwerpen naar Terneuzen. Nou, dus... Het wordt gewoon een mooi gebied en ze zijn ook bezig met een grenspark Groot-Saaftingen... waarmee ze gewoon een regionale gebiedsontwikkeling doen tussen Vlaanderen en Nederland... waarbij je dus gewoon dit gebied, dat ligt tenslotte maar een half uurtje van het centrum van Antwerpen af... zeker als je zo'n snelle boot erheen is... waar ze dus voor en landbouw en natuur en recreatie het gebied een gebiedsontwikkeling willen geven. Want ja, heel zwart-wit, dit stukje bij Beveren... En dat stukje bij Huls, er zijn twee grensgebieden. En dat op een of andere manier de centrale overheden zijn niet altijd genegen grensgebieden de aandacht te geven die het verdient, zeg maar. Dus op deze manier kun je ook het gebied een beetje revitalizen. En dat is wat er eigenlijk aan het gebeuren is. Hoe gaat hij nu verder? Ik heb hem ontzettend. Nou, fijn, dan werk je er al 3 jaar mee samen. Nee, dat gaat helemaal goed hoor. Kijk, hier zie je de nieuwe dijk. Oh, jongens, dat is de nieuwe dijk. Dat niet, dit is een nieuwe dijk zo. Dit is de oude dijk. Nou, hier suggereert hij nog dat hij er is. De aannemer was al vrij proactief in wat voor niveaus en creatief. Hoe dat, er lag nog wij zouden het een kantelkadertje noemen. En sinds er nu een of andere uitspraak gegaan is dat dat helemaal ontpolderd mag worden... Geloof ik sinds vorige week neem ik aan dat het kantelkadertje wel heel minimaal kantelkadertje wordt. Dus als je nu in het gebied gaat, zul je er niks meer van herkennen wat hier is. Dit is de gebieden waar wij allerlei experimenten gedaan hebben. Daar is de STOA, een MOW, WL Vlaanderen. Eigenlijk was het WL aan de beurt. Dit is het Interreg... Ik ga lekker met die knop. Dit zijn onze partners, ik kan ze allemaal noemen. Of jullie kunnen even kijken en zeggen, jullie knikken. Als jullie nu even knikken zo van, maar dat weet ik dan. Kijk, ik heb al een Belgisch woordje geleerd. Dan weten jullie wat er aan de hand is. Zo. Dit zijn het idee van Polder Sociëteit. We hebben echt best wel een idee wat we willen. We willen eigenlijk gewoon, we willen naar een robuuster systeem. En dat bereik je door en de infrastructuur robuuster te krijgen en... de calamiteiten, emergency response robuuster te krijgen en op te leiden. En professionele te krijgen. En ook om de kennis van de mensen, maar ook de nieuwe generatie robuuster te krijgen. Dus daar veel energie in te stoppen. Techniek, waar moet ik op richten dat hij het een beetje doet? Ja, ik zwaai hem helemaal te pletter. Hoppa. Dit is een belangrijke, die beter inzicht in die daadwerkelijke dijksterkte. Ik zal zo een paar filmpjes laten zien wat je ziet. En dan blijkt dus dat die dijken eigenlijk enerzijds waanzinnig veel sterker zijn. En tegelijkertijd dat ze iets minder sterker zijn. Omdat de zeespiegel stijgt door de klimaatverandering, wordt ook de kans op overstromingen groter bij een superstorm. Gelukkig hebben we daar dijken voor die ons beschermen. Maar hoe sterk is een dijk? Om dat te bepalen gebeuren er nu in Doelen testen op een oude dijk die over een paar jaar moet verdwijnen. We staan hier op de Scheldedijk nabij de Kiezer-Oosterpont. U ziet aan beneden een grijs en een prachtige pomp staan. En die pomp het water via die leidingen naar boven. En die brengt eigenlijk dat water naar onze overloopgenerator en die staat daar. En aan die overloopgenerator gebeurt het echte werk.
helaas aan hoge snelheid water over de dijk naar beneden stromen om te testen hoe sterk het gras is. En af en toe wordt dan water stopgezet. Rivier, we doen alsof dat die 30 centimeter boven de dijk staat en het water heeft hier 2 uur van boven op de kruin naar beneden gelopen. En dan zie je dat het gras mooi zichzelf afdekt. Alle grasputjes zijn mooi gekant boven elkaar. Maar hier en daar zien we toch ook al een aantal kale plekken ontstaan. Hoe werd gras op een dijk niet meegeteld als bescherming van die dijk? Maar als dat de dijken wel steviger zou maken, dan zouden we beter beschermd zijn tegen toekomstige zware stormen. Op dit moment is dan de optie, we verhogen onze dijken, bouwen ze sterker. Maar misschien als we weten dat ons gras voldoende sterk is, kunnen we gecontroleerd misschien dat water van de rivier wel toelaten over de dijk. Over 3 jaar wordt deze Prosperpolderdijk afgebroken. Een experiment als dit is dan ook uniek. En ook de Nederlanders, de Fransen en de Engelsen nemen eraan. Het grappige is dat, eigenlijk zijn verschillende apparaten getest. Eén is de overloop, zeg maar. Dat is dat apparaat van het waterbouwkundig laboratorium. Er is een golfoverslag, dan simuleer je ook een golfpatroon en een golfklap, die dus de klap doet. Weet je wat bij de vechtdijken... is ook gebeurd. Er zijn die laatste 2 apparaten toegepast. En dan zegt die overloop is wel heel interessant. Hè? Want als zich wat Patrick in dat filmpje liet zien, dat iets langer gras, dat helpt ook weer als een beschermingslaagje. Dat het dus gewoon, dat zie je ook bij watergangen, dat een beetje meer water in de watergang ook gewoon echt wel helpt. Omdat dan krijg je een soort glijding krijg je erover. Dan krijg je minder turbulentie. Het nadeel is dat je met inspecties dan weer minder ziet. Dus dat is altijd, alles heeft voor, heeft zijn nadelen, zeg maar. Je ziet ook gewoon dat er best wel een bak water, het is al iets van 300 liter per seconde per meter zijn of zo. Dat is toch echt meer dan het debiet wat wij normaal toestaan. Chef, hoe gaat die, deze? Het moet een YouTube kanaal dinges. Of geloven jullie? Jullie geloven het wel, hè? Ja, het mooie daarvan, eerst was het voor mij het Singapore-apparaat, wat eigenlijk naar Amerika zou gaan, maar omdat de Amerikanen het niet wilden hebben, was het bij Infram terechtgekomen. En dan konden wij het weer, voorheen was het Rijkswaterstaat-apparaat, wat ongeveer zoiets was. En wat deze doet, kan je echt het golfregime opzetten. Dit was een vrij leuk golfregime, friendly voor de dijk, zeg maar. Op een gegeven moment hebben ze zeker bij de kalk- en kleiproeven, waar Henk toen bij betrokken is, hebben ze wat wilder golven gedaan. En je ziet wel dat je dus de buitenkant, de erosie, zeg maar, heel goed, of de sterkte van het gras heel goed kan doen. Het leuke van dit soort apparaten, en dat maakt eigenlijk niet zoveel uit of je nou die overloop of golfoverslag is. Zodra er dus een kortsluiting door het kleidek naar het zand is, dan is het gewoon gebeurd met onze huidige dijken. En dat is een soort voorproefje van wat er waarschijnlijk uit de rapportage gaat komen. Is dat onze dijken veel beter zijn dan we gedacht hebben. Maar dat anomalieën, dat dat veel kritischer is. Dus dat we in de toekomst als inspecteur ook daar moeten gaan. Hè. En wat het gekke is, hè, dat hoort niet bij dit praatje, maar wij waren 2 weken geleden in Telford in Engeland. En dan hebben ze dus Jaap-Jeroen Flikweert, die van Hans Koning heeft voor de Environment Agency een onderzoek gedaan naar de 20 meest recente dijkdoorbraken in Engeland. En er blijkt 0 correlatie te zijn. Echt 0 is niet veel. Hè. En tussen... wat je uit je beoordeling en of assessment is dat doen, inspecties haalt en de plek waar het doorgegaan is. En dat komt omdat je beoordeling en het gaat over de hele lijn. En het kring gaat altijd op één klein specifiek lokaal dingetje door. En we zijn met nog beoordelen, nog met beheer, zeg maar, zijn we voldoende geoutilleerd om speciaal op die anomalieën te gaan zitten. Dus een van de dingen die we ook willen doen in het vervolg, is dat we dus in het vervolg meer gaan kijken hoe kunnen we aan anomaliedetectie en hoe kunnen we het risico's. Hè? Want uit die proef die Patrick liet zien, blijkt ook gewoon dat op een gegeven moment dit soort dingen, dat gaat dus heel lang goed. En opeens
Dit was geloof ik een mollengang, zeg maar. We waren hier deze aan het, waren eigenlijk een boom aan het weg proberen te spoelen. Maar op een gegeven moment bovenstrooms een mollengang of een konijnenhol ging. Nou ja, die hele boom die bleef al staan. Omdat er bovenstrooms eigenlijk al dat gat in die dijk ontstaat. Nou, dit is 40 centimeter klein. Ja, daar doet hij dan uur, anderhalf uur over om daar doorheen te gaan. En ja, dan maakt hij dat gat en dat is in 10 minuten gebeurd. Dus je ingrijpen is er niet meer in, zeg maar. Dus je zult veel beter bij je moeten weten waar... En dat geldt ook voor droogte scheuren waar dit gebeurt. Hè. Dus nou, hebben wij wel leuke ideeën in combinatie met ook wat uit die kalk en klei... wat niet onze proef is, maar een HWP-proef... dat er gewoon wel meer uit de buitenkant van een dijk te halen is. Maar je zou je af kunnen vragen, en daar zijn we ook met HWP nu mee bezig... of het concept zoals we in Nederland dijken doen... met gewoon een hele lompe zandlichaam, een dun kleilaagje eroverheen... of dat nou zo bestendig is in de toekomst, zeg maar. Ook omdat klei na 20, 25 jaar echt wel het beste kwijt is. Met die droogte scheuren, ook bij primaire keringen, zie je het ook. Hè? Ook scheldestromen heeft tussen richting Terneuzen ook stukken... waar gewoon door de primaire kering ook gewoon droogte scheuren zitten... Ja, daar zouden we wel eens wat aan kunnen moeten gaan doen. En dan krijg je een combinatie dat je het moet oplossen bij je en je beheer en je aanleg. Maar ook misschien bijvoorbeeld partieel, gewoon je buitenkant van je kering op een gegeven moment een nieuw. Misschien zelfs dikker kleilaagje of met kalk en klei versterkt kleilaagje. Ik schat in dat het nogal wat consequenties gaat hebben op termijn. En ook dat je naar een andere ontwerpfilosofie moet. Maar goed, wie ben ik? We hebben ook een onderzoek gedaan, althans wij. In de Polder Sociëteit is ook een living lab, dus waar we ook kalk en klei. Hebben we ook die pipingproef gefaciliteerd. En we hebben een andere proef gefaciliteerd, dat is het NWO-onderzoek. Naar natural, ja, hoe je feiten voorlanden meer kan waarderen, zeg maar. Dus door een voorland krijg je, gaat de energie uit je watersysteem. De golfklap gaat eraf. Nou, elke dijk is ontworpen op 1,5 meter extra hoogte daarvoor. Als je dat kan terugbrengen tot 0,5 meter, heb je weer eens een meter gewonnen zonder structureel je dijk te versterken. Maar dan moet je wel iets met voorlanden. Dus hier is aan de Universiteit van Antwerpen, meen ik, bij Stijn Temmermans. Dan ben ik die naam van die hele vriendelijke jongen vergeten die dat doet. Hebben ze echt gewoon een meter bij een meter schor materiaal eruit gegraven. In het labo daar gezet. En in feite in een golfgoot getest hoeveel golfreductie dat oplevert. Lijkt een beetje op die mangrove-experimenten die Brechtje gedaan heeft bij Deltares, zeg maar. Nou, dan het ontwikkelen van een nieuwe professionele crisisbeheersing. Dat is echt gewoon de essentie ook van dit project. Is niet dat crisis een extraatje is, maar dat als je crisis zowel in je organisatie als in de mensen beter niveau weet te krijgen... dat het niet een laag 3 ding is, maar dat het eigenlijk samen met laag 1... dat je meer naar een robuuster systeem gaat, zeg maar. Betekent wel dat je met je crisis echt wel moet professionaliseren. En dat het niet gewoon bij een stafafdeling moet zitten... maar dat de hele organisatie een crisisorganisatie moet zijn. Dat vereist ook nog organisatorisch wel wat. Dat vereist ook nog wat anders. En dan is even de vraag, moet je het bij je norm of bij je beoordeling meenemen of niet? Daar kun je alles van vinden. Daar vind ik dus niks van. En dat is het eerste. Wat leuke is dat je ook ziet dat... Hè, je zag Anko van de Heuvel die als een soort... hij is geloof ik part-time kapitein in het leger of luitenant. Ik weet niet precies wat hij is. Maar je ziet wel dat het wel helpt als je dit soort dingen doet. Je zag Marjan ook duidelijk dingen instructie geven. Hè, dat je wel... waterschappen zijn een beetje gereden om vriendelijk te zijn voor elkaar. Geen command of control and chain, zeg maar. Maar het helpt wel gewoon juist een crisisorganisatie... dat allemaal wel even heel duidelijk is en dat je gewoon... strakke lijnen hebben. Dus daar moeten we misschien even iets meer leren van de militairen, zeg maar. En je ziet ook dat in die professionalisering ook dat wel een goede stap is, zeg maar. En de derde is dat gat wat of Patrick of Davy gemaakt had. Dat weet ik niet precies wie. Dit was Davy, denk ik, zeg maar, die Davy's Damage. En waar je dus ziet dat die 3 meter van dat gat, dat ging echt in een kwartiertje, 20 minuten of zo. Dat ging echt in no time toen het eenmaal door het zand heen was. Dat Davy op een gegeven moment ook gewoon op alles stopte en die pompen eruit gooide. Anders was het echt wel doorgegaan. Nou ja, als het een keer echt water is, dan ga je niet tegen onze lieve heer zeggen van stop maar even. Want die gaat gewoon even door. Hè? Dat werkt niet zo. Dus je moet echt heel goed nadenken van de potentie van het gevaar. Wat je eigenlijk niet ziet. En dat is niet met de huidige sommetjes die we kunnen doen te bedenken. Dus daar moeten we echt wel wat anders mee. En het laatste is dat EPDF, dat is eigenlijk wat ze gebruiken op dakkapellen... om gewoon je dakken waterdicht te houden. En het grappige is, er was ook een levy challenge. Jadon gaat er geloof ik wat meer over vertellen.
En de eerste had je een team van de KU Leuven. Die hadden een kokosmat en de TU Delft had een ouderwets goed zeiltje, zeg maar. Alleen toen waaide het windkracht 5, dus niet zo echt hard. En die jongens van KU Leuven, waarvan we dachten van nou, die komen met kokoszeiltje, is echt helemaal niks. Die kunnen het gewoon met windkracht 5 neerleggen. Gewoon wat krammetjes erop doen. En die jongens van de TU Delft, die zagen met z'n vier of met z'n vijf op dat zeil. Want dat is een soort kite zonder touwtjes, weet je wel. En degene die op het zeil ligt, die gaat ook mee. Dus dat materiaal is eigenlijk gewoon... Je moet heel goed nagaan wanneer je het wel kan toepassen en niet kan toepassen. En anders is dat dikke folie heeft ons wel weer waanzinnig verbaasd wat het kan hebben, zeg maar. Dus je moet denk ik heel goed nagaan of het een beheer... Meer, als er een noodmaatregel is, kunnen een aantal dingen... is misschien de beste, stevigste constructie, niet de beste constructie... omdat het gewoon niet kan aanbrengen, zeg maar. Ja, dan heb je niks aan een mooi zeiltje en je al ideeën. Dus en er is ook nu ook een hele discussie natuurlijk gaande... of je nou in die zandzak of dat nou het is... of dat we naar die tubes moeten gaan. Gaat allemaal nog komen. Maar ik denk dat we daar... Ja, nou, hier heb je dan die kokosmat, hè. Dat is dan dat spul wat de TU Delft gebruikte... Dit is dat EPDM, je ziet wat er overheen gaat. En ik heb geen flauw idee wat RTM is, zeg maar. Patrick, weet jij het? Reinforced turf mat. Maar dat is dat Amerikaanse spul. Oké. Okay. Een geomat, ja. En wat leuk is dat op een gegeven moment Deltaris volgens mij in het kader van de wiki noodmaatregelen hebben. Dus al die bekrammingen er op een gegeven moment uit zitten trekken. En ook met krachtproeven. En eigenlijk bleek dus gewoon wat heel stevig is in die klapankers. Nou ja, dat is logisch. En wat nog steeds het beste is, zijn gewoon houten keggen. Degene die vroeger kampeerden, weet je wel, als je gewoon een tent wilde vastzetten, moet je het gewoon met een houten haring doen en niet met allerlei geavanceerde rotsharingen en andere dingen. Want op een of andere manier, hout zwelt iets uit, gaat mee met de vochttoestand in de grond en werkt veel beter dan allerlei andere high-tech dingen. Dus soms is het oude, onze voorouders moeten niet gek geweest zijn, laat ik maar zeggen. Dus misschien moeten wij er ook af en toe weer naar terug gaan. Chef, mag ik nog een filmpje? Bij dat uitgraven zie je dus dat inderdaad op die uitgraven, op dat gegrauwde spul eigenlijk, dat er aan de onderkant zand zit en aan de bovenkant klei. Dus die beesten ook niet gek, die transport doen ze in het makkelijker medium en de wormpjes halen ze uit het boom. En dat is natuurlijk, hè, meestal is het waarschijnlijk ook dat er sequentie is van gangenstelsels die steeds door andere grotere dieren gebruikt worden. Dus de kleintjes maken de eerste gang en dan wordt er elke keer refurbished, zeg maar. En die graverij is denk ik ook wel een dingetje. Hè? Dus enerzijds komt er, ik ga afsluiten hoor, meneer dagvoorzitter, is dat het dus echt veel sterker is, maar dat anomalieën en ook graverijen die dat doen, hè, dus dat je op een andere manier aan de gang moet gaan. Dat we misschien veel meer niet naar gebiedsdekkende inspecties moeten gaan, maar naar anomalie inspecties moeten gaan, gecombineerd met het geheel. En dat je veel beter moet weten waar in het verleden, want we... Verderop bij een bestaande de Doeldijken van de Vlaamse Waterweg. Nou, die vossenholen, je kan het dichtgooien. Die komen elke keer toch weer op hetzelfde plekje terug. Want het is daar toch makkelijker weer in te gaan. Dus je ziet ook dat het historisch vastleggen van waar een schade is en wat er gebeurd is, wel van wezenlijk belang is. Maar dat is denk ik een bruggetje al naar mijn opvolger van dit verhaal. Dat was het, meneer dagvoorzitter. Nou, ik heb nog veel meer sheets waarschijnlijk, maar ja. Weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, moet je morgen even sneller door het eerste gedeelte heen. Even één korte vraag uit de zaal. Hoe lang zijn ze bezig met het inpakken, zeg maar? Want ze hebben het filmpje op de te zien. Ze zijn een halve dag mee bezig geweest, of een hele dag. Je bedoelt van die wat Anko, dat EPDM? Ja. Dat was denk ik anderhalf uur. Het ging echt rampensnel. Maar ja, er waren wel allemaal professionals die dat weten. Wat die zei, we hadden de groep in twee teams verdeeld. En beide teams zijn op een gegeven moment die zandzakken gedaan. En een zandzak sjouwen, een natte dijk op, is geen lolletje. En dan met zo'n trap, ja, dan maak je zo'n kringetje. Dan loopt het wel snel. Maar ik snap wel waarom... Nou, in Nederland is een beetje discussie of wel of geen zandzakken. Ik snap wel waarom de Engelsen bijvoorbeeld geen zandzakken willen... Ik snap ook wel waarom we wel zandzakken willen. Voor dit soort reparaties is het heel goed, denk ik. Het is wel heel handig. Het is makkelijk. Je zag bij die rockbacks, die waren te groot en te lomp. Dus die gaan niet mee met het gat. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar gewoon goed geëquipeerd zijn erop. Maar je hebt ook ontzettend veel zandzakken nodig. Ik geloof dat we er 600-700 uiteindelijk nodig hadden. Wil je het allemaal vullen? Nou ja, dan moet je ook die hele logistiek hebben. Heer Vonk? We hebben dit niet zomaar gedaan. We hebben eerst...
de vier partners gevraagd om een oplossing voor vier soorten schades. Mm. Dit was eigenlijk een experiment, gelijktijdig met de context. En we gaan niet zeggen dit is oplossing. Nee, wat we ontdekken is welke van de oplossing is voor welke situatie, bij welke weersomstandigheden, met hoeveel stap van mensen je hebt de beste. Dus het is echt een experiment. Het ging echt heel snel, maar dat boven naar boven tillen, dat is van een ramp. Dus dat ga je alleen maar doen als je met een auto boven kan komen. Oké. Een van de leukste experimenten die Ludolf niet heeft laten zien is, kan een inspecteur überhaupt eigenlijk nog die zandzakken neerleggen als er 300 kubieke water over die dijk in gaat? Ludolf die heeft zichzelf in een tuigje gehangen. Maar goed, dat is een mooi verhaal voor bij de koffie, Ludolf. Eigenlijk kan Patrick morgen wel laten zien. We hebben een volgende spreker.